Nadat tegenstanders van de komst van het kunstenklooster aan de Rijn in Arnhem het afgelopen jaar al geregeld hun standpunt duidelijk maakten, laten nu ook de voorstanders meer van zich horen. Zo is het comité Help Arnhem Vooruit dinsdag een publiekscampagne gestart voor bouw van het ARTA, zoals de naam van het kunstenklooster moet gaan luiden. Wat is dat comité eigenlijk en wat gaan ze precies doen? Help Arnhem Vooruit is een groep enthousiaste Arnhemmers met vertegenwoordigers uit allerlei geledingen. VNO-NCW, Arnhem-Nijmegen, Koninklijke Horeca Nederland, Citycentrum Arnhem, de Stichting Eusebius Arnhem. Focus ook natuurlijk, het filmhuis en het museum. Veel ondernemers, kunstliefhebbers en mensen die het beste met Arnhem voor hebben. Ja, jullie zijn een publiekscampagne gestart. De partijen hebben een beetje in hun stijl een pro-ARTA affiche opgeplakt. Wat houdt de campagne nog meer in? We hebben inderdaad van alle politieke partijen een pro-ARTA variant gemaakt. Gisteren hebben drie partijen, het CDA, GroenLinks en de VVD, een lijstverbinding met lijst 0, met lijst ARTA, gezocht. Die zijn we vanzelfsprekend aangegaan, want we voelen ons enorm gesteund door die drie partijen. Daarnaast zullen we de komende weken van ons laten horen, middels bijeenkomsten. We gaan inderdaad plakken, we zijn actief op social media. En we gaan nog Salon ARTA organiseren. Een gesprek over het belang van ARTA voor de stad Arnhem en haar inwoners. ARTA moet het Arnhemse kunstgebouw worden, waarin het Museum voor Moderne Kunst en Focus Filmtheater worden ondergebracht. In het oorspronkelijke plan zat daar ook de Schouwburg nog bij, maar daar werd later toch van afgezien. Waar tegenstanders het kunstgebouw totaal niet zien zitten, stellen voorstanders dat het cruciaal is voor Arnhem dat het wel komt. Het is belangrijk voor de kunst en het is belangrijk voor de stad. Wij vinden het vooral heel erg belangrijk dat wij met visie kijken naar de stad en dat we gaan kijken wat goed is voor de stad en voor de inwoners. En een nieuw museum aan de Rijn geeft de kans voor een gebied dat eigenlijk nu een beetje vergeten is. En dat een nieuwe boost kan krijgen. En dat is ook goed voor het vestigingsklimaat van de stad. Dat betekent dat er meer mensen, meer ondernemers en bedrijven kunnen komen. Maar daarnaast geeft het ook een hele unieke kans om op een andere manier met kunst om te gaan. Om multidisciplinaire projecten op te starten. En is het ook belangrijk voor bijvoorbeeld het museum om grotere ruimtes te hebben, zodat ook grote landelijke exposities hier een plek kunnen krijgen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de bioscoop. Het focus is nu te klein en er moet sowieso echt ook gerenoveerd worden. Dan hebben wij liever een andere, mooiere, sterkere plek. Er zijn eigenlijk drie hele goede redenen voor. Het is heel goed voor het museum en het filmhuis. Voor de ontwikkeling van die instituten in de stad. Maar het is vooral ook heel goed voor de zuidelijke binnenstad. Want op dit moment verpaupert dat deel van de stad. En als je zo'n gebouw neerzet, je ziet het aan Rosette bijvoorbeeld. Dat is ook ontzettend goed gelukt. Als je daar een gebouw neerzet, geeft het een enorme impuls voor het gebied. En dan, daaromheen komen zeg maar woningbouw en alle ontwikkelingen komen dan min of meer vanzelf. Dus het is heel goed voor het gebied. En het is ook goed, heel goed voor de stad. Want nu kun je in de stad vooral winkelen en een horecabezoek. Het is heel goed om functies toe te voegen aan de binnenstad van de stad. Zodat je, zoals filmhuis en museum, midden in het centrum. Je loopt uit het museum de stad in. Het brengt veel meer bezoekers naar de stad, veel meer reuring in de stad. Dus het is ongelooflijk goed voor de economie van de Arnhemse binnenstad. Ja, nou bent u zelf ondernemer. Waarom is het zo belangrijk dat ARTA er komt? Omdat er al 15 jaar lang plannen gemaakt worden in Arnhem voor de invulling van de zuidelijke binnenstad. Onlosmakelijk onderdeel daarvan zijn de verhuizing van het museum en het filmhuis naar de zuidelijke binnenstad. En ondernemend Arnhem verwacht een enorme economische spin-off van het feit dat die instellingen in de binnenstad komen. Binnensteden hebben het moeilijk in het hele land. De zuidelijke binnenstad is een behoorlijk troosteloos gebied. Er is absoluut noodzaak voor een forse investering in dat gebied. En een nieuw museum en een nieuw filmhuis anno nu, zijn van enorm belang om die aanjaagfunctie te bewerkstelligen. En ook als we naar andere steden kijken, bijvoorbeeld Groningen en het Groningen Museum en ook het museum in Assen, dan wordt daar gemiddeld tussen de 40 en 60 euro per museumbezoeker achtergelaten bij horeca en winkeliers. Dat is een enorm bedrag en dat hebben we in Arnhem keihard nodig.